geeft niks op papier, alleen een toezegging. En daar moet de gemeente toch wel dankbaar voor wezen, want ze hebben wel woord gehouden. En wij moesten elke keer maar uitleggen aan ons, onze club van jongens, ja, het gaat door, maar we hebben niks op papier. Nou bleek dus, wij hebben om 28 november hebben we met de aannemers van het dorp hebben we, gezorgd dat we een hoe het ging doen. En we hebben gezorgd dat we materiaal gingen bestellen. Want materiaal, dat was natuurlijk wel een serieus probleem, want je moet wel in, heel snel schakelen, maar wel een 8 weken de tijd om het te realiseren. Nou, dat is gelukkig wel gelukt. Alleen, nu kwam ook iets op ons pad waar ik niet zo aan thuis ben. 8 maart moesten we naar de raad. Ik denk, de raad, wat is dat nou weer? Ja, die moet in 200.000 euro veiligstellen. Ik denk, nou, dus ik denk dat is dat klaar, hè? Maar nee, hè, dat moet hij in de raad doen. Dus, ik denk, maar wie gaat erom? Ja, dat ben 23 raadsleden. Dus die 23 raadsleden, ik denk, weet je wat, ik bel er gewoon op. Hupsakee, 2 weken van tevoren, ik bel al die raadsleden op. Ze vonden een geweldig plan en ik denk, maar Achmaat, daar zit ik in niet al. Ik zeg, Aida, wat hem? Moet je in de aandacht? Dus ik denk, prima. Dat deden ze allemaal. Dus, het wordt voorgelegd en hupsakee, ik denk, oh, dat is makkelijk. 23 voor. Ik denk, dat is heel super natuurlijk. Dat had ik niet verwacht. Maar 9 april zijn we inderdaad begonnen en we hebben van de gemeente meer dan dat ze toegang gezegd met de medewerker van Marcel ook gehad. Werkelijk waar, het hele gebouw, we hadden ergens stroom opgezet, maar we kwamen het gebouw uit, de deur waren nog stroom, die ging automatisch los, alles werkte gewoon. Grandioos. Maar dat is niet gelukt. Met Gerard, maar Gerard, dat is eigenlijk de polijster, ik wist wel hoe het was met hem, maar Gerard die was de man die dat eigenlijk een beetje... een mooi mailtje kon maken. Ik denk allemaal, wat een flauwekul allemaal, maar dat moet schijnen allemaal. Maar Gerrit is de man die dat heel goed in heeft. Gerrit, ik wil je daar bij deze bedanken. Ik heb een hele kleinigheidje, het is helemaal niks. Maar alle foto's, we hebben 412.000 foto's van het evenemententerrein, waar Gerrit allemaal gemaakt heeft. En er is niet één foto waar hij op staat. Maar ik heb toch een kleinigheidje, want we hebben heel vaak koffie gedronken en dingetjes en allemaal slap gaan hoeren aan de deur. Ik denk van... Maar dan heb je iets voor mij waar je later misschien nog wel eens regelmatig een bakje koffie uitneemt en denkt van, oh, die Tilman was toch niet zo gek. Het is helemaal niks. Maar we zijn ook mee eens begonnen. En bedankt voor deze fantastische mooie tijd. Super! Ik zal het nog maar doen. Ja. Hij zou iedereen bedanken. Alle bedrijven. De gemeente en de vereniging. En ik zal alleen Ruud bedanken. Ik wil toch even nog even, echt waar, alle bedrijven bedanken. Echt fantastische inzet. De gemeente ook bedanken, wethouders, burgemeester. De vereniging inderdaad voor de steun. En dan kom ik eigenlijk tot het woordje wat ik ook heb. Ik wil eigenlijk Ruud bedanken. Want het is een man van steen. Ongepolijst. Beetje hard. Heeft u net ook gemerkt. En hij had een... Met dit terrein had hij een aanstoot. En dat noemen we dan... een steende aanstoot. Praat wel plat. Dus ik heb een dingetje laten maken. Je kunt er geen koffie uit drinken. Maar het is ook een kleinigheidje. Het is een steen des aanstoots. Voor Rudy. We kunnen natuurlijk niet achterblijven, want de handelsvereniging en ik denk ook alle mensen die, nou ik zie ze vooral ook daar staan, alle mensen die heel hard gewerkt hebben de afgelopen tijd, die allemaal van de club zijn, die zijn gewoon heel blij met het initiatief. Want uiteindelijk was het Rudy die zei van, jongen, we moeten er wat mee. Uiteindelijk is Gerard degene geweest die zei van, nou, ik ga je helpen. Het bestuur heeft constant gezegd, we blijven het ondersteunen. En zolang er maar gesproken met elkaar wordt en ook met de verenigingen goed al gecommuniceerd blijft en dat iedereen in contact met elkaar blijft, dat dat goed blijft lopen, dan gaat het gewoon lukken. En het is gewoon gelukt. En daar ben ik echt super trots op. En wij als bestuur zijn er super trots op. Het is inderdaad een heel speciaal project. Ik ga die overdoen. Overigens inderdaad, ik denk dat volgend jaar hebben we het cabaret duo Rudy en Gerard op het podium. Maar dat Rudy heeft al gezegd, heel speciaal in de jaartijd. En daar maak je niet vaak mee van een idee
tot inderdaad daadwerkelijk gerealiseerd. Het is in Nijveen wel eens gebruikelijk om te zeggen van Nijveen kan niks en als we wat moeten realiseren dan moet het altijd uit zelfwerkzaamheid gebeuren. Nou, ik denk dat wat dat betreft dit wel speciaal is dat inderdaad de gemeente toch een vorstelijk bedrag heeft beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Dus ook van mijn kant mijn dank daarvoor, want we hebben daar mooi werk mee gehad. Het andere bijzondere is dat we inderdaad met 9 Nijveense ondernemers het werk hier gerealiseerd hebben. Nou, je kent het vooral van die kikkers in de kruiwagen die alle kanten opswingen. Nou, Nijveense kikkers, dat is nog een slagje erger. Ook nog iets als dank voor Rudy en Gerard. Dat gaan we, ik weet niet hoe het gaan we precies is, gaan we ze dadelijk buiten even bekijken of onthullen. We gaan sisselen dan. We gaan toch sisselen? We gaan ze niet sleten, maar we gaan eerst even naar buiten. Ik hoop dat de regen ondertussen opgehouden is. We hebben 8 weken mooi weer gehad, maar bij de opening hebben we regen. Dus ik zal in dit geval Rudy wil je even het touwtje loshalen. Ik heb er gisteren. Past het ook? Oh, oké. Okay. Jij! Nou, dit is. Maar het voordeel is, degene naar wie het vernoemd is, moet ook een klein schoonvegen. Dus als jij nog even ook uit het touwtje trekt. Hey! Erg leuk! Ja. Oh, my God.